Hallo allemaal, welkom bij het videoverslag van de Wereldketen Healing Loslaten Negativiteit van 7 januari 2021. Ik heb het getalletje goed, ik moet er nog aan wennen en ik ben benieuwd hoe het met jou is. We hebben natuurlijk gisteren een mooie healing cirkel mogen doen. Dus wat heb ik mogen neerzetten om ons allemaal te ondersteunen? Ja, dat is een kring. En ik kijk hier naar de grond, want hier naast me ligt het nog op de grond. Het is een kring van meerdere typen kristallen en ook enkele beelden. Er zit een beeld van een uil in die staat voor wijsheid en voor het volgen van je eigen vleugels. Er zit een beeld in van een engel met kind. Dus jij je vleugels mag slaan om jezelf en bescherming van jezelf. Maar ook de connectie met je innerlijke kind. Dus niet letterlijk kinderen, maar je innerlijke kind. En er zitten lemurische kristallen in de cirkel. Een kolonielen, een rookkwarts. Amethyst en andere soorten kristallen. Ook groene stenen, verschillende varianten. Die verbinden met de healingskracht van jezelf. En die ook staan voor het herwinnen van meer rust. En voorbijgaan van de onrust. En er liggen kaarten in de cirkel. En het mooie is... Een deel van deze kaarten en kristallen die nu in de cirkel liggen, zijn ook dezelfde als die in de laatste healing van mijn programma Healingen, Blokkades, Geld en Zelfwaarde werden benut. Dus die mochten weer samen versmelten. En waarom dat zo superkrachtig is. Ja, en de kaarten komen uit verschillende sets, maar waren weer prachtig ook met symbolen dat weer op zoveel vlakken wordt geholpen en gesteund. Ze staan dus echt voor energieën van die punten, dat aan die punten gewerkt mag worden. Ja, en als zo'n cirkel is neergelegd, dan verbind ik me altijd met het universum en met allerlei krachten in het universum. En dan open ik de cirkel. Dat betekent dat ik iedere deelnemer, dus als jij een derde hebt opgegeven, dan ook al die derden uitnodig om deel uit te maken van de cirkel. En dit keer is dat echt heel duidelijk geweest, als zijnde dat we in een mega kring mochten staan eromheen. Maar voordat we in de kring werden gezet, begon ik met ieder individu dat ik met de energie bezig was met een zuil neer te zetten van onder naar boven. En die ging zeg maar ook over langs je ruggengraat, dus van je stuitje omhoog naar boven, zodat die energetisch kanaal dat daar zit... gesteund en beschermd werd voor het proces dat tijdens de healing zou plaatsvinden. Dus het werd bekrachtigd, het werd gezuiverd, het werd schoongemaakt, stevig neergezet. Want lang niet iedereen is zich overal van bewust. Hoe ver die is met zijn ontwikkeling, wat hij wel of niet aan kan. Dus er werd gewoon een beschermende laag om neergezet. En daarna werd dus iedereen in een kring uitgenodigd. Ja, en we zitten met honderden startdeelnemers die ook weer honderden namen hebben al genoemd. Dus dan zit je met duizenden mensen. En helemaal klopt het niet, maar ik moest ons zo neer gaan zetten. Alsof we een soort van haarband waren voor moeder aarde. Dus dat je echt zo'n rand eromheen, weet je, zoals als je hoofd heb je zo'n band eromheen. In zo'n soort kring. Nou, die kring is eigenlijk natuurlijk nooit groot genoeg als je hand aan hand zou zijn. Maar toch moesten we ons zo voorstellen alsof we samen een soort van haarband vormen voor moeder aarde. Dus er was ook heel duidelijk die connectie met haar gemaakt. En daarop, stel dat je de cirkel zo ziet, dan daar aan de andere kant, daaronder op één rechte lijn, kwam ik en alle helpers te staan. Want ik nodig dan ook het universum uit. Dan heb je helpers die hierbij willen staan. En soms zijn dat engelen, aardsengelen, kunnen astrale lichtwezens zijn... Soms zijn het ook elfjes en weet je, kristallen, stenen, artefacten uit het universum. Wat het ook mag zijn. En die verzamelen zich dan als één laag. Dus dat kwam eigenlijk, is dat ook een symbool, maar ik heb het nog niet opgezocht. Dat je dus en zo'n horizontale lijn hebt met daarboven een cirkel. Dat was het beeld wat daardoor stond. En dat heeft ook een betekenis. Maar die doet de frons verder niet toe, maar het was wel bijzonder dat het zo mocht neergezet worden. En vervolgens heb ik iedereen verankerd met het kristalline licht in moeder aarde. Dus dan echt energie naar beneden laten stromen. Dus alle negatieve energie die op dat moment al bij je had. Vermoeidheid, negativiteit, negatieve ervaringen.
Wat je bereid was, was los te laten. Heb ik voor iedere deelnemer laten afvoeren naar het kristallijne hart van Moeder Aarde. En vervolgens dan steunende energie teruggevraagd voor die healing. En wat dat bij iedereen is, die vorm van steunende energie, dat is gewoon weer maatwerk. Dat regelt die healing altijd weer zelf. En dat is zo mooi dat je dat... Dat is gewoon de uitgangspunt bij mij. Het is altijd maatwerk, ook al doen we in groepswerk. Ja, en daarna kon ik dus de healing gaan beginnen. Ik heb de laatste tijd vaker dat ik binnen healingen heel erg bezig ben in eerste instantie met beweging. Met energie in beweging zetten. Met spelen met de handen. Spelen met mijn lichaam. Met bewegingen. De speelsheid opzoeken. En... met de armen, de benen, het lichaam. En dat er daarin allerlei boodschappen ook werd vertaald. Bijvoorbeeld eerst heel krachtig. In andere healing heb ik dat sterker gehad. Omdat dit zo'n hakka, weet je wel, dat je uit richting Australië, die kant uit heb je van die culturen. Maar is er zo'n krachtig Nieuw-Zeeland, die kant uit Polynesië. Dat ze zo hakken doen met echt sterke gebaren. En stevig staan en kreten uitzetten. Het was niet zo superkrachtig dit keer als dat, maar wel even goed stevig staan. Echt even herinneren aan dat we allemaal krachtig zijn. Ook al voelen we het misschien niet altijd zo. Ook al voelen we ons soms misschien op sommige momenten zwak, zoals ik op dit moment. Ik ben herstellende van ernstige ziekte. Dan is ook mijn energie niet altijd even goed. Dat je dan toch voelt, nee, er is kracht aanwezig in mij. En die kan ik aanboren. Die mag ik aanroepen. En ook al ervaar ik mezelf niet als krachtig of niet zo supersterk op dit moment, weet ik dat ik sterker kan zijn. Ik mag die kracht nu aanboren. En dat is zeg maar de boodschap die ieder van ons meekreeg. Om die kracht op te zoeken met die gebaren. En weer in verbinding te komen en te herinneren. In deze healing draait het heel veel om herinneren hoe iets is. Herinneren dat je krachtig kan zijn. Herinneren dat je daarop mag vertrouwen. Dat je daarin mag geloven. Zelfs als je huidige situatie misschien verre van zo voelt en ervaart, het is het toch voor jou. Ja, en dan het meebewegen met de stroom. Dus echt op een gegeven moment ook weer dat dansen, dat sierlijke, dat je meer weer in je element komt. Omdat je jezelf herinnert aan je kracht, gaat die pad weer open. En kun je dus meegaan met de wind. Hè? Een boom die buigt ook mee met de wind. Maar ook jij kan meegaan op de stroom van je leven. En als iets op je pad komt en je moet weer meebewegen, dat je dan misschien wel even weerstand ervaart, maar denk, oh nee, meebewegen, wat kan ik dan doen? En kijken hoe dat voor jou nu het beste voelt en in welk tempo. Dat je dat dan in je eigen ding mag laten. En wat ook heel duidelijk was in dit stuk, was dat je ook je los mag koppelen van anderen. Dat je dus niet daarin je tentakels verweven moest hebben, als anderen je heel makkelijk kunnen raken, heel gauw je van je stuk kunnen brengen. Dan mocht je dat loslaten en in ieder geval de intentie neerzetten dat je bereid bent dat los te laten. Zodat je vanaf nu eraan verder kan werken en dat je daarin ook werd gesteund en gedragen. En in dat hele bewegen, dat sierlijke, stond ook symbool voor jezelf durven uiten. Durven te zijn wie je bent. Dat je het recht hebt om jezelf te uiten. En bij de een is dat inderdaad via dans en beweging of wandelen. Weer een ander is dat met creativiteit. Weer een ander is dat door in gesprek te gaan met anderen. Een luisterend oor te zijn. Of bij weer een ander is dat juist door naar binnen te keren. En daar je weg te zoeken. Maar ook daarin werden gewoon weer die elementen die je nodig hebt om los te komen van negativiteit in jezelf en in de wereld om je heen. Dat je weer verbonden wordt met je eigen kracht. Dat werd ook bekrachtigd. Dat die herinneringen werden geactiveerd. Het werd opgehaald. Het werd versterkt. Het werd verstevigd. Daar draaide het eerste stuk om. Daarna mocht ik spelen op de Milton. En aan het eind van deze video zie je een foto met de healingcirkel. En dan zie je zo'n blauw instrument. Misschien deels op de foto. Misschien helemaal afhankelijk van welke foto je kiest. Maar daar kun je dus op spelen. En iedere klank combineert gewoon altijd met de andere. Maar ook nu was het zo dat je soms het spel heel duidelijk was van luister naar mij. Maar het was meer in dit geval niet dat mensen naar jou moeten luisteren. Maar dat jij naar het universum mag luisteren. Het universum heeft boodschappen voor je. En ik begin nu te lachen, want er is er straks iets gebeurd. Maar weet je, luister naar mij, luister naar mij.
Ik help je, ik wijs je de weg. Maar sta open voor mijn boodschappen, sta open voor mijn tekens, sta open voor mijn signalen. En pak ook op wat ik op je pad breng, wat misschien onbedoeld bij anderen is ontstaan. He, soms kan het zijn dat hoe er nu toe dingen zijn gelopen, dat zichtbaar mag worden waar dingen in communicatie zijn misgelopen. Of waar intenties, dat je misschien wel goede intenties hebt, maar dat je het vanuit een verkeerde invalshoek hebt opgepakt. Dat je het hebt opgepakt vanuit angst, verdriet, boosheid, frustratie, onzekerheid. Jij verkeerde resultaten aan het neerzetten bent geweest. Niet de resultaten die je op het oog had. En dan, want dan kun je alleen maar meer angst, meer onzekerheid, meer dat soort zaken creëren. En niet wat je bedoelde. Want dat kan alleen maar als je vanuit rust, vertrouwen en liefde je acties bepaalt. Dus ook die werd aangewerkt en zichtbaar gemaakt in het spel. Dat het niet erg is dat het gebeurt. Ze hechten geen oordeel aan als in het principe van moet je nou toch eens zien wat je nu weer hebt gedaan? Nee. Of wat er nu weer is ontstaan, weet je, jongen, jongen, het is ook altijd wat met jou. Die toon, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat jij jezelf bekritiseert of dat jij je door anderen laat bekritiseren daarvoor. Het gaat erom dat je het waarneemt, zodat je daar eigenaarschap van kan nemen. Van, jeetje, dit was niet de bedoeling. En dat je dan op zoek kan gaan naar de rust in jou, naar de vertrouwen in jou en naar de liefde in jou. En vanuit daaruit kan voelen welke acties wel nodig zijn, welke woorden wel nodig zijn, of welke woorden niet nodig zijn vooral. En bij wie verantwoordelijkheid nu ligt? Ligt dat bij jou of ligt dat bij de ander? En als het bij de ander ligt, nam je dan die verantwoordelijkheid weg bij die ander, door maar allerlei dingen naar je eigen bord te schuiven? Of durfde jij ieder in zijn eigen waarde te laten staan en te zeggen, joh, misschien is dit handig voor dit en dan werk ik aan dit? Weet je, dat je dan kijkt wat ligt waar. Want we zijn allemaal de schepper van ons eigen leven. Dus je kunt niet voor een ander creëren. Je kunt andere suggesties doen. Je kunt soms in lijnen van soms praktisch ondersteunen. Maar niet alles overnemen. En dat is ook wat niet gebeurt bij healingen. De dingen die jij echt zelf moet weten. De groei die jij bewust moet maken. Die wordt altijd bij jouzelf gelaten. Maar sommige dingen worden dan voorgeweekt. Worden wat makkelijker gemaakt. Worden wat beter zichtbaar gemaakt. Maar die processen doe je altijd zelf. En de andere dingen kun je door healing als die van mij laten overnemen en wegnemen. Maar dat ging dus heel erg luisteren naar mij. Durf voorbij de angst te gaan. Je mocht je angst en je onrust vertellen tijdens de Miltonspel. Zodat dat niet langer de basis wordt, of minder sterk de basis wordt van jouw creatieproces. En daardoor dus ook dat het kon geuit, dat werd geluisterd tijdens de healing. Dat je meer rust kan ervaren. En dat het daardoor makkelijker wordt om dingen te manifesteren. Ja, en er zitten gewoon echt meerdere lagen in die daar in het spel aan bod kwam. En zo kwamen we rustig door en rustig door. En dat zijn in ieder geval de belangrijkste elementen die ik met jou mag delen van tijdens het spel met de Milton. Verder heb ik tijdens deze healing ook heel veel aandacht besteed aan water. We bestaan natuurlijk allemaal voor een groot gedeelte uit water. Maar onze dieren, al het leven om ons heen bestaat voor een groot gedeelte uit water. En in het begin zei ik ook al, er was ook aandacht voor Moeder Aarde dat we als een soort van haarband om haar heen mochten zijn. Dus we mochten ook haar gaan steunen. En dit is mede onder mijn aandacht gebracht doordat ik vorige week een gesprek had met twee Amerikaanse vrouwen die een grote bijdrage gingen leveren in een project dat wereldwijd zou plaatsvinden, waar heel veel mensen zich een week aan zouden verbinden. En toen voelde ik al meteen, oh, mijn healing, daar ga ik, die wereldketenhealing van donderdag, ook daarin ga ik water en het element water een plek geven, ruimte geven. En waarom is dat nou zo belangrijk? Van water is bekend door meerdere onderzoeken dat het ook herinnering heeft. En dat het ook emoties kan overnemen, energieën kan overnemen. En als we het hebben over loslaat negativiteit, kan er dus ook negativiteit in water worden opgesloten. Negatieve herinneringen, verdriet, pijn, machteloosheid, woede, onrust.
Dat kan dus zich verbinden met onze, de watermoleculen. En daarin worden opgeslagen als verhaal, als herinnering. Dus heb ik ook tijdens de healing heel duidelijk die opdracht meegenomen dat het in ons lichaam mag worden opgeschoond. En niet alleen in ons lichaam, maar ook op de andere plekken die ons dierbaar zijn op Moeder Aarde, waar we water in onze omgevingen, waar we vaak langskomen. Misschien heb je net als ik een vijvertje in de achtertuin. Maar je bent ook vast op plekken op vakantie geweest in Nederland of in het buitenland. Waarbij je bij wateren, hè, als een meertje, een kanaal, een zee, een oceaan, een rivier, goede fijne herinneringen hebt. Of dat je juist merkt van, joh, deze plek is, voelt zo zwaar aan, hier heb je is healing nodig. Zijn dat soort plekken is allemaal gewerkt. En hoe is dat gebeurd tijdens deze healing? Door de warmte van de zon op te erop los te laten. Ik moest me voorstellen dat we ons allemaal mochten baden in de warmte van de zon. Maar dus ook die water, hè, die losstaan van ons. En aan herinneren aan jezelf op je best, weet je wel? Dat je mocht herinnerd worden aan wie je bent als je op je best bent. De beste versie van jezelf, dat het ergens in jou verborgen zit. En dat die herinnering van de beste versies die jij weet, waarvan je echt, dat zijn momenten dat ik echt in mijn element ben. Dat soort herinneringen mocht je terughalen. En dus ook die herinneringen aan die fijne plekken wereldwijd. Zodat je dan die energie, die fijne positieve energie aan het water mag worden meegegeven. Aan die waterdelen mag worden meegegeven. Zodat daarvan een deel werd geneutraliseerd. Een deel van de negativiteit werd geneutraliseerd. En dat het ook weer kon worden omgezet, dat water je kan steunen, voor, zeker als het onderdeel uitmaakt van je lichaam. Dat het weer onderdeel kan worden van jouw kracht. Dat je weer in je element kan komen. Dat je lichaam je weer gaat steunen en dragen, je energie geeft. Dat bepaalde delen in je lichaam weer beter gaan functioneren. Dus dat is het deel wat ook aan water heeft gewerkt. En onderschat dit soort hele simpele elementen niet. Het lijkt misschien, joh, alleen je hebt maar in dit en dit of dit gewerkt. Het heeft ontzettend veel impact. Het werkt op vele lagen door. Het gaat op tientallen, honderden blokkerende gedachten, beperkende gedachten, beperkende gevoelens en dergelijke. Heeft het van invloed. Dus er wordt enorm veel opgeschoond in dit gedeelte. En daarmee was eigenlijk de basis van die healing neergezet. En daarna ga ik altijd, start ik met de wereldketen healing, de ketendeel. En omdat we nu in coronatijd zitten, is die min of meer aangepast. Normaal gesproken wordt er aan van alles en nog wat wat negatief is in je leven gewerkt. Maar dat met corona en dat hele gebeuren is er buiten gestoten. Dat is niet relevant. En daar kun je maar over in discussie gaan, maar voor deze healing is dat niet relevant. Omdat anders te veel mensen wereldwijd zouden worden meegenomen en dat was nu niet de bedoeling. Het universum heeft een bepaalde doelstelling met dit soort healingen. En die groep wordt hierin niet meegenomen. Dat soort processen hebben hun eigen rol, eigen functie. Dus daar gaan we ook niet mee bezig. Waar we dus wel aan hebben gewerkt, is dus aan de mensen door wie jij op negatieve manier in de afgelopen 3 maanden bent geraakt. Dus dat kan zijn, negatief kun je in een heel brede zin zien. Mensen die je bijvoorbeeld verdriet hebben gedaan. Dat je een aanvaring hebt gehad met iemand, weet je, een heftige discussie die daarna een rot gevoel heeft gehad. Sommige mensen zitten in toxische relaties, hebben misschien te maken gehad met bedreiging of huiselijk geweld. En dan wordt er ook gewerkt aan die persoon en jouw band met die persoon. Weer andere kan zijn dat je hebt gehoord dat iemand ernstig ziek is. En dat je dan daarom zorgen maakt. En allerlei gedachten overkomt. Misschien wel angst om iemand te verliezen. Je zorgen maakt over hoe het dan verder moet met mensen. Maar ook voor die mensen die dus nu door wel de corona gebeuren in de zin zitten van. En dat het impact heeft op hun leven. In hoe het gaat met hun werk en het voortbestaan van hun werkzaamheden. Of het bedrijf waarvoor ze werken. Dat soort zorgen is wel heel direct. Daar is natuurlijk wel aan gewerkt. Dus want daar zitten ook heel veel zorgen, negativiteit, angst, verdriet, wanhoop. Dat zijn negatieve emoties.
die de aanduiden dat er iets van jou wordt gevraagd en dat er meer in jou zit dan dat je nu laat zien. En dat er nu andere mogelijkheden zitten binnen die situaties. Dus er wordt ook gewerkt aan dat jij dat gaat zien. Verder is er gewerkt aan die mensen in het nieuws waardoor je negatief bent geraakt. In de zin van dat je hebt gehoord over nieuwsberichten. Bijvoorbeeld laatst die aardverschuiving in Noorwegen waarbij meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Dus er zijn geloof ik ook weer branden geweest hier en daar. Er zijn volgens mij ook weer iets met orkanen en dergelijke geweest. Je merkt, ik ben niet zo goed op de hoogte. Maar en dat soort natuurrampen die eigenlijk een signaal zijn van de disbalans van moeder aarde. En doordat wij mensen daar onverantwoord mee bezig zijn geweest. En de effecten daarvan. De slachtoffers die daaraan verbonden zijn. En daar is ook aan gewerkt. Ja, en dan dus als laatste. Dus al die wateren waar we goede herinneringen hebben wereldwijd. Die waarvan weten dat we die steun gunnen als je had geweten dat je dit kon opgeven. Ook daaraan is gewerkt. Ja, en om dat allemaal mogelijk te maken heeft de healing dus 24 uur doorgelopen. Nee, sterker nog, want ik ben al om 10 uur begonnen gisterochtend. Of 10:30. En heeft doorgelopen tot vandaag 12 uur. De hele middag 12 uur. Ja, en dan komt altijd een roffelmoment. Want aan hoeveel mensen is nu gewerkt wereldwijd? Doordat de ketenconstructie er ook bij is. We zijn dus met ongeveer 10.000 startpunten begonnen. Maar doordat die ketenconstructie dan doorwerkt en dan vervolgens worden dus die mensen als basis genomen voor de keten. En dan weer mensen die zij door zijn geraakt, in berichten die waardoor zij zijn geraakt, krijgen dus een keten die wereldwijd uitspreidt. En we zitten dit keer alweer bijna op iets van 2,8 miljard mensen. Dus ik vind het weer gaaf, want het betekent ook dat ik weer super veel beter in mijn kracht en energie ben. Dat ik weer zo'n grote groep heb mogen bijstaan. Want door ziekte is het afgelopen jaar, bijna een paar miljoen geweest. En de laatste keer al honderden miljoenen. Maar ik zit dus nu bijna weer op mijn oude niveau qua sterkte wat ik aan kan. En we zitten dus op 2,8 miljard ongeveer. Wauw. En natuurlijk wateren wereldwijd. En er is geen enkel stukje water. Er is wel water overgeslagen natuurlijk van die mensen die niet mee hebben gedaan. Maar in principe qua plekken is denk ik wel, is toch van 95%, 90%, als ik word gecorrigeerd, 90% van de aarde toch ook meegenomen in deze healing. En is daar dus weer een stuk energie aan doorgegeven. Om ook te helpen aansteken. Net zoals dat jij energie hebt mogen aan ontvangen om in je kracht te komen te staan. Nou, hoe was dit voor jou? Want ik vind het weer altijd zo spannend en mooi en fantastisch wat er mag gebeuren. Ik voel me altijd zo dankbaar dat ik deze rol mag spelen. Dat ik dit instrument mag zijn in dit geheel. Om dit voor alles mogelijk te maken. Voor jou en iedereen mogelijk te maken. En voor moeder aarde. Ja. En wat gaan we nu doen? Ja, je kunt de komende weken nog dingen ervaren. Dat je misschien inderdaad meer wilt drinken. En merkt dat je nodig hebt om te zuiveren. Misschien heb je ook wel de behoefte om in bad te gaan, te zwemmen, te douchen. Nou, zwemmen is misschien wat lastiger. Er zijn mensen die zwemmen ook gewoon in de natuur, dat weet ik. Voor sommigen zou ik zeggen, neem die duik. Maar kijk dat het verantwoord gaat natuurlijk. En het element water zal zeker een rol spelen. Voor mensen die minder vaak water drinken, zorg toch dat je echt goed blijft drinken. Koffie, sap, allerlei drankjes, thee, er zit water in. En het mooiste zou zijn als we allemaal toch ergens een kan gaan maken met water. En dat je daarin een sticker op plakt of een blaadje op plakt. Dus nooit met een plakbandje, als je geen stickervellen hebt. En daarop, voordat je dat opplakt, eerst liefdevolle woorden schrijven. Liefde, kracht, zelfvertrouwen. Elementen die jij graag wil versterken in jezelf of in de leden van jouw huishouding. Want soms drink je dit niet alleen uit en moet het ook gelden voor de andere mensen in je huishouding. Dat je dat opschrijft en dat het dan, als je de fles weer vult, of de kan weer vult, dat je daarbij stilstaat. Hoe mooi zou het zijn als we weer ook die energie weer doorgeven. En als jij dat dan vanaf nu af aan weer oppakt.
heb dat jaren gedaan, maar die kan een stuk gegaan. En dat briefje is ook voor mij weer nodig. En voor de rest, mocht je vragen hebben, mocht je bepaalde klachten ervaren. Ik heb al reacties binnen, dat mensen iets hebben ervaren. Je mag ze altijd delen, je mag ze altijd voorleggen. Neem daarover contact op per mail of per messenger. Kijk wat jou het beste past. En dan gaan we daarmee verder vooruit. En de eerstvolgende wereldketenhealing loslaten negativiteit zal plaatsvinden op 1 april. En jij bent alweer opnieuw welkom om mee te doen. En je kunt je vanaf nu af aan alweer inschrijven voor die healing. Dus als je denkt, oh, ik wil er zeker weten bij zijn. Geef je dan gewoon nu alvast weer op. Dan kan je het ook niet vergeten. En dan word je gewoon ook al de komende maanden volop ondersteund. Want de intentie heb je dan neergezet om te blijven werken aan loslaten negativiteit. Ik wens je verder een hele fijne dag en graag tot de volgende keer. Dank je wel.